In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. En met uw geest. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem van God, uit de hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Beste broeders en zusters, goedemiddag en van harte welkom. Vandaag viert de Heilige Kerk de gedachtenis van onze lieve vrouw van Lourdes en heeft paus Johannes Paulus II in 1992 deze dag als jaarlijkse wereldziekendag ingesteld. Geen mens ontkomt in zijn of haar leven op enig moment aan ziekte. Het zij persoonlijk, het zij in familie of vriendenkring. Ook weten we maar al te goed dat geen mens in leven blijft en eens zal overgaan naar het hiernamaals. Hoe mooi past daar de openingstekst van deze dag bij. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem van God, uit de hemel neerdalen. Schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Misschien leven wij maar al te gemakkelijk en schuiven wij de werkelijkheid van de dag soms wat van ons af. Misschien hebben we te weinig met onze zieken meegeleefd. Misschien zijn we te veel met onze eigen ziektes bezig geweest. Vragen wij aan het begin van de viering van het heilig misover, waarin het kruisoffer van Jezus opnieuw tegenwoordig wordt gesteld, de Heer om vergeving, en bidden wij om zijn barmhartige ontferming met de woorden van de schuldenbelijdenis. Zeggen wij samen, ik belijd voor almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woorden en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Barmhartige God, kom onze zwakheid te hulp en geef ons op voorspraak van de onbevlekte moeder van God, nu wij haar gedachtenis vieren, de kracht om uit de zonde op te staan, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. We gaan luisteren naar het woord van God. De eerste lezing is genomen op de profeet Jesaja. Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, allen die haar lief hebben. Neemt deel aan haar vreugde, allen die over haar treuren. En laat u tot verzadiging toe. Zogen aan haar borsten vol troost en vol genot laven aan haar zo rijk boezem. Want zo spreekt de Heer, als een rivier leidt ik de vrede naar haar toe en als een onstuimige stroom de schatten der volken. Gezocht worden, gedragen op de arm,
het troetelt op de schoot. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten. Jeruzalem zelf zal uw troost zijn. Wanneer hij dat ziet, zal uw hart zich verheugen. Uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen. En de dienaren des Heren zullen zijn macht ervaren. Zo spreekt de Heer. We gaan verder met antwoord Salem. Gij zijt de roem van ons volk. Gij zijt de roem van ons volk. Gezegend zijt gij, dochter, door de Allerhoogste God, meer dan alle vrouwen op aarde. En geprezen zij God de Heer, die hemelen aarde geschapen heeft. Gij zijt de roem van ons volk. Zolang er mensen zijn die God macht gedenken, zal de herinnering aan je vertrouwen in God blijven voortleven. Gij zij de roem van ons volk. Halleluja. Zalig zij Maagd Maria, die geloofd hebt dat tot vervulling zal komen wat u vanwege de Heer gezegd is. Halleluja. De Heer zal bij u zijn. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd was er een bruiloft te Cana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot hem: ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Zijn moeder sprak tot de bediende: doet maar wat hij u zeggen zal. Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden 6 stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer 100 liter. Jezus zei hen: doet die kruiken vol water. Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei hij hen: schept er nu wat uit en breng dat naar de tafelmeester. Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Zodra hij geproefd had, riep hij de bruidegom en zei hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft, de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Zo maakte Jezus te Cana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in hem. Woord van de Heer. Mogen door de woorden van het Evangelie ons zonden worden uitgewist. Laten wij op voorspraak van onze lieve vrouw van Lourdes de Heer vragen. Om geduld wanneer de verhoring van onze gebeden uitblijft of de afloop anders is dan wij hadden gehoopt. Laat ons bidden. Om kracht en sterkte voor onze zieken, vooral voor hen voor wie al heel lang leven in de schaduw van het kruis. Laat ons bidden.
om wijsheid voor wetenschappers die zich toeleggen op de gezondheid voor onze artsen en specialisten en verpleegkundigen. Laat ons bidden. Om grote eerbied voor het ontluikende leven in de moederschoot, voor de juiste behandelmethode voor de stervende, dat de behandelaars mogen handelen overeenkomstig hun beroepsethiek. Laat ons bidden. Om innerlijke genezing van mensen die verward zijn geraakt door ziekte of ouderdom, om veel liefde en aandacht voor hen. Laat ons bidden. Om de eeuwige rust voor onze overledenen, dat zij nu de volle genezing mogen verkrijgen, dat alle pijn en leed nu voorbij mogen zijn en zij thuis mogen zijn bij God onze Vader. Deze heilige mis willen we bijzonder opdragen, met name voor de intentie die is aangereikt, Joke van Hamersveld. We willen ook bidden voor pastoor Jo Boers, die vannacht is overleden in het ziekenhuis. Dat hij als dienaar in de Heer thuis mag zijn, in die hemelse wijngaard des Heren. Dat al onze overledenen rusten in vrede. Laat ons bidden. We mogen een moment in stilte bidden voor al datgene ons persoonlijk ter harte gaat. Abba, Vader, u behoren wij toe, wil op deze dag, waarin wereldwijd bijzonder aan onze zieken wordt gedacht, een bijzonder teken geven van uw bemoedigende aanwezigheid bij hen die het zo zwaar hebben door hun ziekte. Dat vragen wij u op voorspraak van uw moeder, de heilige maagd Maria, onze lieve vrouw van Lourdes, door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Amen.
Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maakt voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maakt voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Nu wij de gedachtenis vieren van de onbevlekte maagd, brengen wij uw Heer ons offer van lof en dankzegging. Wij bidden u, mogen deze gave naar u opstijgen als een offer, dat voor u aanvaardbaar is en aan ons heil schenken naar lichaam en geest, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaken. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. En nu vandaag verheerlijken wij u omwille van bij de herdenking van onze lieve vrouw van Lourdes, die overschaduwd door de Heilige Geest uw woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard. Het levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus onze Heer, door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, huiveren u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangegeven. Heilig, 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 de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge, gezegenheid die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof? Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij gerezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil.
Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden verkaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus onze paus, Gerardus onze bisschop, zijn hulpbisschop Robertus en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat we tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen, met alle heiligen, die hier eens leefden in welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven delachtig te zijn en u loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. De mensen met ons verbonden, vrede en alle goed vanuit deze kerk. U in de kerk aanwezig, geven elkaar een groet van vrede. Vrede van Christus. 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 Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie hier het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam van Christus bewaard tot eeuwig leven.
Laat ons bidden. Heer onze God, Gij hebt ons verzadigd met het brood van uw koninkrijk. Wij vragen u, laat deze Eucharistie, die wij met blijdschap gevierd hebben, voor ons het teken zijn van de eenheid en de band van de liefde, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. En met uw geest. Moge de Almachtige God u zegenen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En laten wij ingaan om het evangelie van de Heer te verkondigen. Wij danken God.